eventjes over de baan zo. Trekt hij weer in. Allemaal zwaaien naar de vlieger van de Spitfire. Ik krijg hier een correctie door. Het is een Mr. Pro. En weer de Mustang op rechts. We worden hier echt verwend vandaag. Uniek om hier deze combinatie te zien van deze twee. Hier straks zijn vliegtuig aan de grond neer te zetten en tot een stilstand te brengen. Ja, hij zit toch redelijk hoog op. Dus ik weet niet hoor. Zal het hem gelukkig denk ik? Nee, ik zou denken dat ik dit zou klassificeren als een vliegtuig. Ja, het voordeel van zo'n Mr. Pro is dat wij opnieuw kunnen genieten van die prachtige roller motor. Dat heerlijke. Thank you.
Amerikaan naast hem. Voor de goede begrip, het onderste vliegtuig is een Engels vliegtuig, het bovenste Amerikaans. De motor is hetzelfde, maar voor de rest vrijwel niets. Het is alweer veel meer dan een jaar of 40 geleden. Toen waren er misschien nog 5 of 6 vliegend wereldwijd. Maar er zijn gelukkig in Amerika en Engeland veel mensen die erg veel geld en vrije tijd erin steken om deze iconen vliegende te houden. ...70 jaar geleden voor vele Nederlanders het geluid van deze toestel de muziek van de bevrijding was. Dat was de, na 5000 jaren was dit geluid het teken dat het voorbij was. Ja, je kunt zich nagaan, vroeger de mannen die, ja jongens moet ik eigenlijk zeggen, hierop... Luistert u even naar die motoren, geniet van het geluid, de Spitfire en de Mustang. De Mustang die u nu ziet is een tweezitter. Amerika heeft daar dit bijzondere wapen ontwikkeld wat uiteindelijk de nazi's in zijn vaderland op de knieën bracht. Yeah.
wat. Ik denk dat ze daar op gelijk kunnen.